Sonny Stevens, een belangrijk moment tijdens de strafschoppenserie. Je pakt de penalty. Hoe is dat om dat even te pakken? Voor een keeper super fijn, want uiteindelijk winnen we die wedstrijd daardoor. En dat is natuurlijk super. Helemaal voor mij, voor het team ook. Ik zei het ook al van, het wordt wat makkelijk naar het team gewezen. Maar die jongens hebben het fantastisch ingeschoten. Dus hier een zeer tevreden man. Henk de Jong, dit was met het potje wel hè? Ja, dit was, hier zat wel alles in. Hè. Ik vond de eerste helft echt uitstekend. Hè. Mooi met veel jonge gasten. Die eigenlijk een aantal jongens op thuis gelaten. Nou, je ziet hoe Maarten Pauwels voorop. Hè. Die jongen maakt zijn basisdebuut. Maar die zie je op trainen steeds beter worden. Ja, en als je dan ziet wat hij vanavond doet, dat is echt klasse. Ja, hij werkt nu nog steeds voor je. Ja, doet hij goed. Ik ben best jong. Hij mag volgende keer weer meedoen. Hij houdt nu dat ding vast. Maar dat kan hij ook mooi. Hij hoeft alleen maar zo te doen, hè. Houdt hij hem tegen. Nee, maar Maarten is wel even de, ja, hoe onze ploeg is. Hè. Die gaan met elkaar ervoor. En er zit een goed idee van voetbal in. Dat hebben we goed voor elkaar. Nou, de tweede helft werd er wat minder, maar dat is ook niet erg. We moesten wat gemarkeerd wisselen. Dat betekent dat onze linksback eigenlijk linksbuiten werd. Er werd wat moeilijker voetballen. En nou, plaats hebben wij, brachten zij de basisjongens in van de zondag. En wij brachten onze jonge baasjes in. Ja, dat was echt wel genieten. Hè. Drie jongens hebben hun debuut gemaakt in betaalde voetbal. Nou, dat is wel leuk. Je geeft in de laatste secondes nog even wel een voorsprong weg. Kakt het team dan ook heel erg in of niet? Ik denk dat het ook lastig was. We speelden natuurlijk met een formatie of met een team die niet heel vaak met elkaar speelt. Er waren wat wisselingen doorgevoerd. En uiteindelijk tweede helft hebben we best wel regelmatig onder druk gestaan. En als dan die 2-1 valt, dan voel je als ze door gaan drukken dat nog wel eens die 2-2 kan vallen. Liever niet natuurlijk. Kijk, we deden het eigenlijk prima, want we gaven niet heel veel weg. Alleen je voelde wel dat die druk telkens heviger werd. En dan is het natuurlijk zuur als je zo'n mooie voorsprong weggeeft. Ja, is ook wel weer tekenend voor het onder 21 team, hoeveel talent daar rondloopt, denk ik. Nou, ik denk dat het goed is van onze jeugdopleiding. Laatst hadden we Johnley van der Meer. En ja, nu deze jongens. Ja, dat is leuk. En dat is leuk voor de jeugdopleiding. Dat hebben ze voor een jaar niet meegemaakt. Dankjewel. Maar dat doet Cambuur goed. Hè? En er zit in onder 18 zit ook nog wat talentvolle jongens in. Ja, maar een van die jongens heeft een dikke blessure opgelopen. Dat is zonde. Een hele goede voetballer. En de sterkte daarmee. Maar er zit wat in de jeugd aan te komen. Nou, daar konden we vanavond mooi gebruik van maken. Dan is de persoonlijke prestatie nog positiever. Dus dan neemt dat de overhand, denk ik. Voor mij is het altijd fijn als er een penalty-serie komt. Ik zei net ook al van of het wordt de avond van Grim of het wordt de avond van Stevens. En nu is het de avond van Stevens. En dat, ja, dat is voor mij super natuurlijk. Nu zelfs Mees Schootjes die meteen de eerste penalty wil nemen. Ja, maar dat vind ik mooi. Daar hou ik van. Mees kwam bij mij. Hij zei, train, ik neem wel één hoor. Dat was de allereerste die kwam. Ik zei, oké. En dan hoefde ik ook de rest maar te vragen. Ja, jongens, wie? Ja, ik. Klaar. Nou, daar hebben we gesproken. We staan bovenaan. En als je bovenaan staat, heb je ook vaak het geluk in de wind in de zeilen. Dus als je focust en je schiet hem hard, ja, dan is de kans groot dat we doorgaan. Hè. Hadden we ook een beetje mazzel met die panel natuurlijk, maar Sonny pakt hem. Sonny, ja, mooi. Ook voor Son mooi.